recht zal zegenvieren. En als de gerechtigheid is dat hij wat fout heeft gedaan, dan zal dat gezegenvierd worden. En als hij niks fout heeft gedaan, dan komt dat boven water. Alex zit vast. Wat is er aan de hand? Ja, mijn zoon zit vast, ja. Ja. Ik weet niet precies wat er aan de hand is. Ik heb mijn advocaat gesproken erover en ja, hij zit in een beperking, dus ik ben er eigenlijk ook niet in. Mijn advocaat die houdt zich goed aan de regels, die vertelt me niks. Maar het feit dat hij in beperking zit, betekent ook dat jij geen contact met hem mag hebben? Nee, geen contact, nee. Nou wordt hij verdacht van wederrechtelijke vrijheidsberoving en openbare geweldpleging. Wat is er precies gebeurd, weet je dat? Daar wordt hij van verdacht. Ja, ik zou het echt niet weten wat er gebeurd is. Maar je zegt aan de ene kant, ik weet niet waar die precies voor vast zit, maar je weet wel dat het niks met de motorclub te maken heeft. Kijk, je weet natuurlijk, omdat je in Emmen woont, hoor je natuurlijk verschillende verhalen wat er kan al gebeurd zijn. En dat heeft natuurlijk niks met de motorclub te maken, want ten eerste ben ik daar, als mijn zoon bij me is, ben ik er zelf al erbij. Dus ja, het heeft echt niet met de motorclub te maken. Nee. En de versie die jij gehoord hebt uit Emmen, wat is er precies gebeurd? Dat vertel ik niet, waarom niet, omdat mijn advocaat dat niet wil. Nou is zijn voorarrest verlengd, tot wanneer? Tot aanstaande woensdag en dan komt het weer voor om de verlenging of dat hij vrijkomt, dat weet ik niet. En ik ga ervan uit dat ze maximaal willen tergen en dat ze mij natuurlijk, doordat ze mij niet kunnen pakken en omdat ik niks verkeerd doe en over de rug van mij dat gaan doen, dat hij daardoor extra belasting krijgt. Maar goed, hij zit niet voor een rolletje erop als ik het OM mag geloven. Dan doe je precies John van Heuvel, hij zit niet voor een rolletje erop. Maar jij weet het niet, John weet het niet, niemand weet het. Zelf de officier weet het niet. In aflevering 8 speelt hij een redelijke hoofdrol. Moeten we hem nou gaan balken? Nee man, nee, we hoeven niemand te balken. En mijn zoon mag publiekelijk ook aan de schandpaal genageld worden als ze daarop geilen of wat dan ook. Ik vind het allemaal niet erg wat ze ermee doen. Maar Alec hoeft niet gebalkt te worden in aflevering 8. Nee, die moet gewoon openbaar zijn man. De recht zal zegenvieren. En als de gerechtigheid is dat hij wat fout heeft gedaan, dan zal dat gezegenvierd worden. En als hij niks fout heeft, dan komt dat boven water. Krijgt hij dan ook nog straf thuis? Als hij nou meisjes drogeert, verkracht en het huis leeghaalt van de vader, dan krijgt hij straf. En als het bij een zaak is wat men nou publiceert, dan krijgt hij geen straf. Alec is getuige van jullie huwelijk. 22 december gaan jullie trouwen. Wat nou als hij dan nog vastzit? Dan wordt hij natuurlijk niet getrouwd. Want bruiloft zonder onze zoon, dat gaat niet door. Ik moet er niet aan denken dat ik later foto's terug en dat mijn zoon erin staat. Dat wordt niet. En het feit dat we hier vlakbij Schiphol staan, betekent niet dat jij ieder moment het land kan verlaten. Nee, toevallig heb ik hier de beveiliging altijd gedaan. En toevallig dat ik vanavond met Chapter van ons hier zit. Dus ja, nee, dat is allemaal toeval.